Goedendag, welkom bij de video waarin ik laat zien hoe u productafbeeldingen en andere digitale bestanden kunt toevoegen in het GS1 Datasource. Tijdens deze video zal ik voor verschillende sectoren verschillende bestanden uploaden, waaronder een productafbeelding, een SES veiligheidsinformatieblad, een gebruiksaanwijzing / bijsluiter, EU-conformiteitsverklaring en een certificaat, ook wel CE-document. Wanneer u bent ingelogd in de GS1 Datasource, dan zijn er verschillende mogelijkheden om bestanden te koppelen aan artikelen. De eerste mogelijkheid die ik zal laten zien is om hier bovenin naar het tabblad Media te gaan. U komt dan eerst terecht in het tabblad Media in DAM, waarin u alle bestanden ziet die in het verleden al zijn toegevoegd. En wanneer u nieuwe bestanden wilt toevoegen, gaat u naar het tabblad Uploaden. Ik zal eerst laten zien hoe u een productafbeelding kunt toevoegen. U zorgt dat u het gewenste bestand sleept naar het venster. En vervolgens wordt gekeken of alle informatie klopt. U loopt het zelf ook altijd even na. Kijk ook altijd goed naar of de standaard bestandsnaam klopt. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in onze specificaties voor productafbeelding op onze website. En voor doe-het-zelf tuin en dier is er nog een ander document waarin ook wordt laten zien hoe andere bestanden geüpload kunnen worden. Wanneer u alle informatie heeft gecontroleerd, klikt u hier op acties en vervolgens op voeg toe aan artikel. Hierna klikt u op toegevoegd en op opslaan en vanaf dat moment zal de afbeelding gekoppeld zijn aan het artikel. Het is ook mogelijk om afbeeldingen in bulk toe te voegen. Hier zal ik aan het einde van deze video nog even op terugkomen. Wanneer u naar het tabblad Mijn artikelen gaat, kunt u zien dat de afbeelding nu aan dit artikel gekoppeld is. De andere manier om bestanden toe te voegen aan een artikel is om op de GTIN te klikken. U zult eerst altijd in de verzonden versie terechtkomen, maar als u wijzigen wilt doen, dan opent u linksbovenin de conceptversie. En vervolgens gaat u naar het tabblad Media. U ziet nu ook hier dat de afbeelding al is toegevoegd. En een andere manier om bestanden toe te voegen is om hier te klikken op Voeg media toe. Ik zal als eerst laten zien hoe u een SES veiligheidsinformatieblad kunt toevoegen. Bij typen kunt u zoeken op het juiste bestand. En vervolgens heeft u de mogelijkheid om een bestand te uploaden of te importeren vanuit URL. In dit geval kies ik voor uploaden bestand en sleep ik het bestand ook weer naar het venster toe. Vervolgens klik ik op opslaan en is het belangrijk dat de controlelijst wordt nagekeken. Wanneer er nog waarschuwingen of foutmeldingen in het bestand zitten, dient u die eerst op te lossen. Ik geef bijvoorbeeld de datum weer, taalcode, in dit geval op Nederlands, en u zorgt dat de handelsnaam is ingevuld. Als u alles heeft nagelopen, klikt u op OK. En dan ziet u dat het bestand nu correct is toegevoegd. Ook een gebruiksaanwijzing / bijsluiter zal ik op dezelfde manier toevoegen. Dus ik kies voor gebruiksaanwijzing bijsluiter en ik sleep het bestand hier weer naartoe. Vervolgens klik ik op opslaan, controleer de controlelijst of er geen fouten in zitten en klik op OK. Dan zal ik nu laten zien hoe u een EU-conformiteitsverklaring kunt toevoegen via een link. Ik zoek weer op het juiste type en u ziet dat er drie verschillende mogelijkheden zijn. U kunt zoals net het bestand uploaden door het bestand er naartoe te slepen. U kunt kiezen importeer vanuit URL. Dat betekent dat het bestand wat wordt geïmporteerd en in het artikel zichtbaar wordt. Maar u kunt ook kiezen voor URL en dat betekent dat de dataontvanger kan klikken op de URL om bij het juiste bestand te komen. Daar zal ik in dit geval voor kiezen. Ik voer hier de juiste URL in en ik klik op opslaan. Ook hier controleert u weer of er geen fouten in zitten en u klikt vervolgens op OK. Als laatst zal ik nog laten zien hoe u een CE-document, ook wel certificaat, kunt toevoegen. Bij type zoekt u op certificaat. Ik kies weer voor upload bestanden en ik sleep het juiste bestand hier naartoe. Ook hier geldt weer opslaan en de controlelijst nalopen
En wanneer u op OK klikt, zal het bestand gekoppeld zijn. Er zijn dus twee verschillende manieren om de bestanden toe te voegen. U kunt de bestanden toevoegen vanuit het artikel via Tabblad Media. Of u kunt de bestanden toevoegen wanneer u in mijn artikelen zit en daar naar Tabblad Media gaat. Wat altijd belangrijk is om te doen wanneer u de bestanden heeft toegevoegd, is om het artikel weer op te slaan. En opnieuw te publiceren door hier onderin op publicatie voorvertoning te klikken. Zoals ik net al aangaf, zal ik ook laten zien hoe u productafbeeldingen in Beel kunt uploaden. U gaat hier weer naar het tabblad Media. U kiest voor uploaden. En vervolgens kunt u de bestanden die u wilt uploaden in één keer hier naartoe slepen. U vindt vervolgens het hokje aan en klikt op voeg toe aan artikel. U kunt dan in één keer door op toegevoegd te klikken, meerdere productafbeeldingen toevoegen aan verschillende artikelen. Ook hierna belangrijk om altijd weer op opslaan te klikken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Customer Support afdeling via het e-mailadres info@gs1.nl of het telefoonnummer 020 511 3888.